3 maanden, wat gaat het hard, hè? Ja, en wat ben ik trots op mezelf. Flitspaal rood en 50. Hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 8 september 2022. En het is nu 1:15 in de middag. Ik sta op het punt om de hondjes uit te laten en daarna Roderick naar zijn werk te brengen. En dus ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, zo zie je ze eigenlijk bijna nooit. Met de 2 auto's. Maar deze hier voorste, deze die is van Ro, nou die is dus van mij, deze. En dan moet de neus er even langs, ja, dat moet ook kunnen gebeuren. Ik sta namelijk half op het fietspad, nou ja, half niet, maar mijn roze auto is vies. Die is vies, oh, moet eens kijken. Roze auto is vies, jongens, kijk. Oh. Moet je vergelijkbaar met mij kijken. En vandaag ook ga ik dus weer door de straat met mijn fiets. Jo, ik wel. En dat is ook hoog nodig tijd, zeg maar, om weer met mijn auto of even maandag door en door de wasstraat. Moet ik even kijken. Of dat ik het gewoon vandaag gewoon even afspuit. Even gewoon even goed mijn velgen ook even weer schoonmaken. Ik zie er ook weer niet uit mijn velgen. Maar maakt niet uit, joh. Hè? Ja. Ro even naar zijn werk brengen zometeen weer. En dan ga ik even kijken wat ik dan ga doen. Het is nu 1:30. Nou, 1:15 gaan we weg. Rond ongeveer 1:15, 1:50. 1:55, wil ook nog wel eens gebeuren. Want ik rijd door. Roderick niet. Oh ja, Roderick is van kom ik er vandaag niet, kom ik er morgen wel. Maar ja, ik rijd door. Waar ik 5 kilometer wat harder kan. Rij ik gewoon wat 5 kilometer harder. Klaar. Ik ben niet zo van dat getreuzel. Ik niet. Nee. Maar ik heb mijn auto wel al bijna 3 maanden, jongens. 3 maanden. Wat gaat het hard, hè? Ja, en wat ben ik trots op mezelf.
ik ga deze vlog gewoon met jullie afsluiten. Want ik ga lekker naar bed. Want ik ben back af. Dat is ook wel, denk ik, aan mij te zien. Nee. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat even tevens gelijk een leuke reactie achter. En dan zeg ik, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.